Welkom bij de webinar Factuurverwerking voor de moderne accountant. Mijn naam is Wendy Alsemgeest, werkzaam bij Digidata en vandaag laat ik aan jou de kracht zien van Digidata in combinatie met AFAS. Nogmaals welkom bij deze webinar. Mijn naam is Wendy Alsemgeest, werkzaam als consultant bij Digidata. Hebben jullie vragen tijdens deze webinar? Stel ze dan live via de chat. Mijn collega's die helpen je dan zo snel mogelijk om jullie vragen te beantwoorden. Begin ik even bij wat doet Digidata nou precies? Digidata is een slim online platform voor automatische factuurherkenning, factuurverwerking, factuurautorisatie en e-facturatie. Kort gezegd, met behulp van Digidata automatiseer jij de boekhouding. We hebben één centraal platform ontwikkeld en samen met jouw ondernemer of met de klant kun je eigenlijk samenwerken binnen dat platform. We koppelen met verschillende boekhoudpakketten, namelijk AFAS, Snelstart, Exact, Cash, Twinfield en Unitform. Doordat wij dus eigenlijk een koppeling hebben met verschillende boekhoudpakketten, behoud je eigenlijk een uniforme werkwijze binnen jouw kantoor. Of onderling met collega's of samen met jouw ondernemer. Nou, binnen ons platform hebben we een aantal features ontwikkeld. En we hebben ook een feature buiten ons platform, namelijk de app. Die eigenlijk het verwerken van facturen sneller moet laten verlopen. Waaronder factuurautorisatie, dus het afkeuren en goedkeuren van documenten. Maar ook de app, waarbij je eigenlijk gemakkelijk een foto kunt maken van een bonnetje en direct de juiste administratie kunt aanklikken waar je het bonnetje naartoe wil sturen. In ons platform hebben wij eigenlijk het zelflerend vermogen ingebouwd. Dus hoe meer facturen er in Digidata verwerkt worden, des te slimmer onze engine wordt. Niet te vergeten, maar heel belangrijk, is het volledig automatisch doorboeken. Met behulp van Digidata kun je uiteindelijk Digidata het systeem zelf laten boeken. Dus hoef je geen handmatig werk mee te verrichten. Hier kom ik ook nog later even op terug hoe je dat dan precies doet en wat daar nou echt de toegevoegde waarde van is. Ten slotte een archief, een digitaal dossier. Dus naast eigenlijk alle boekingen die worden opgeslagen in Digidata in het archief, kun je ook andere documenten opslaan, zodat je altijd een digitaal dossier behoudt in jouw online, die overal op te halen is. Wat bereik ik nou met Digidata? Ten eerste online samenwerken. Als je met Digidata gaat werken, werk je in de cloud. Dus je kan overal inloggen waar je maar wil. De ondernemer ook. Punt 2, een actuele administratie. Doordat eigenlijk de ondernemer real-time kan aanleveren, kan ook sneller verwerkt worden, waardoor je eigenlijk altijd een up-to-date administratie hebt. Punt 3, geautomatiseerde boekhouding. Met Digidata kun je repeterende facturen volledig automatisch doorboeken. Hoef je geen handmatig werk meer aan te verrichten. Punt 4, een uniforme werkwijze. Nee, doordat wij dus koppelen met verschillende boekhoudpakketten, behoud je eigenlijk een uniforme werkwijze binnen je kantoor. En punt 5, heel belangrijk, operationeel inzicht in het werken met Digidata. Dit houdt eigenlijk in dat je continu de efficiëntie binnen jouw kantoor gaat meten. In hoeverre wordt er nou binnen ons kantoor efficiënt gewerkt met Digidata? Daar ga ik ook nog dieper met jullie op in. Ik wil met jullie dieper op punt 3 en punt 5 ingaan. Dus echt het automatiseren van de boekhouding en het operationeel inzicht. Beginnen we bij automatiseren. Stuur gewoon je facturen naar Digidata en laat het systeem jezelf boeken. Klinkt misschien heel spannend, maar uiteindelijk levert je dit veel meer tijdswinst op. Want 1. Je hoeft geen handmatig invoerwerk meer te verrichten. Terugkerende facturen hoef je niet nog eens een keer te controleren. Je kunt het per administratie bepalen of je dat wil, of je volledig wil automatisch wil laten doorboeken. En het is per crediteur in te stellen. Dus ga voor maximale efficiëntie en maak dan ook gebruik voor het automatiseren van de boekhouding. Middels eigenlijk onze quickscan kun je altijd monitoren in hoeverre jij als organisatie, hoe hoog jullie automatiseringspercentage is.
operationeel inzicht. Vaak als ik dan de vraag stel, in hoeverre zijn jullie geautomatiseerd? En in hoeverre wordt er nou efficiënt gewerkt met binnen het kantoor? Hebben jullie daar percentages van? Krijg ik vaak het antwoord nee, dat weet ik niet. Nou, met behulp van Digidata kun je eigenlijk altijd zien in hoeverre er dus binnen het kantoor efficiënt met Digidata gewerkt wordt. Wat is nou de productiviteit per medewerker? Zijn er medewerkers die extra aandacht nodig hebben omdat mutaties minder snel verwerkt worden? Of zijn er administraties die extra aandacht nodig hebben omdat bijvoorbeeld bepaalde klantkaarten niet volledig zijn aangevuld? Dus je monitort eigenlijk welke administraties extra aandacht nodig hebben, maar ook welke administraties zo goed lopen dat je ze gewoon verder kunt automatiseren. En je kunt dus per medewerker ook bepalen wat de productiviteit is. En eigenlijk deze quickscan laat dus aan jou zien hoe efficiënter dus algemeen binnen het kantoor gewerkt wordt. Nou, deze reis doe je niet alleen. Dus op het moment dat je met Digidata gaat werken, linken we je aan een Customer Success Manager. Tevens jouw eigen sparringspartner. Samen met jouw Customer Success Manager ga je doelen opstellen. Wat wil ik over een half jaar bereikt hebben? Wat is het automatiseringspercentage wat ik dan behaald wil hebben? En gaandeweg eigenlijk tijdens deze reis die je samen met ons doet, kun je altijd vragen stellen aan jouw persoonlijke adviseur. Dus de Customer Success Manager. Nou, dit doen we natuurlijk gewoon samen, want wij willen ook dat jij het maximale gaat behalen uit Digidata. Maar ook dat jij gewoon ontzettend efficiënt gaat werken met jouw kantoor. Wat ik nu met jullie wil doen, ik wil met jullie echt de diepte ingaan van ons platform. Middels een demonstratie. Let op, tijdens de productpresentatie is er geen gebruik gemaakt van privacygevoelige informatie. Alles is anoniem, fictie. Nogmaals, vergeet geen vragen te stellen tijdens de live chat. Achteraf kun je ook altijd nog vragen stellen. Maar ik wil met jullie nu echt de diepte ingaan van het platform. Nou, je ziet hier, we zijn nu ingelogd in Digidata. Op het moment dat je inlogt, kom je in een dashboardomgeving terecht. In het dashboardomgeving zie je straks een overzicht van al jouw klanten onder elkaar. En per klant zie je het aantal acties die gedaan moeten worden binnen de administratie van de klant. Ik heb eventjes mijn klanten Digidata Demo, Digidata Omgeving en Wendy BV. Ik ga even met jullie naar Digidata Omgeving. Dat is mijn klant en ik wil weten wat er gebeurt, wat ik nog moet doen binnen de administraties van deze klant. Digidata is stapsgewijs opgebouwd, dat wil zeggen op het moment dat je op het vergrootglasje drukt, ga je volgend stapje het systeem in. Dus je gaat verder, steeds verder het systeem in naar die boeking toe. Drukken we op het vergrootglas en we zien dan dat we in het werkoverzicht komen. In het werkoverzicht zie je aan de linkerzijde zie je dus de klantomgeving staan. En daaronder het aantal administraties van die klant. Nou, administratie kun je natuurlijk baseren op basis van BV-naam, locatie. Je kan er een eigen naam aan hangen. Ik heb even de locaties van mijn klant Digidata Omgeving genoteerd. En ik ga naar locatie Rotterdam. Binnen deze administratie kun je onder tabblad nieuw op vier manieren documenten of andere data insturen voor deze administratie. De eerste manier is dat iedere administratie zijn unieke mailadres heeft waar je de facturen en data naartoe kunt sturen. De tweede manier is dat je zelf bestanden kunt slepen door bijvoorbeeld op het moment dat je met twee schermen werkt. De derde manier is bestanden zelf uploaden op middels een vlak te drukken en de vierde manier is onze app waarbij je een foto kunt maken van een bonnetje en direct de juiste administratie kan aanklikken. Het is gewoon mogelijk om zowel inkoop als verkoopfacturen door elkaar heen te sturen. Digidata maakt er zelf dus onderscheid in of het om een inkoop- of verkoopfactuur gaat. Ook bulkbestanden kun je in Digidata sturen. Digidata zorgt dan dat de pagina's automatisch los van elkaar worden gekoppeld. En zoekt dan ook achter de schermen de match voor jou welke pagina's bij elkaar horen, zodat hij daar direct een boekingsvoorstel van kan maken. Alle data die je instuurt, die komen in het sorteerscherm terecht. Alleen op het moment dat je geen gebruik maakt van het automatiseren van de boekhouding. Dus als jij een geautomatiseerde boekhouding hebt, dan zie jij de documenten niet meer verschijnen in het sorteerscherm. Dus uiteindelijk wordt het sorteerscherm een soort vergaarbak voor de documenten waar je nog iets aan moet doen.
Het sorteerscherm is te vinden door op het vergrootglas te drukken. Nu zie je dat we in het sorteerscherm zijn. En binnen het sorteerscherm kun je ook direct zien wat de inkoop- en verkoopfactuur, dat Digidata daar zelf onderscheid in maakt. Wat ik met jullie wil doornemen is dat je vanuit het sorteerscherm pagina's kunt opslaan als bijlagen. Wat ik ook eerder aangaf, Digidata heeft een digitaal archief, dus een digitaal dossier. Dus ook andere documenten kun je opslaan, zodat je altijd één actuele administratie hebt, maar ook met correspondentie van de Belastingdienst erin of aanmaningen. Die documenten kun je opslaan als bijlagen. Die worden dan direct gearchiveerd. Van de inkoop- en verkoopfacturen worden automatische boekingsvoorstellen van gemaakt. Ga ik even uit het sorteerscherm, druk op kruisje. En waar zijn die boekingsvoorstellen dan terug te vinden? Die zijn onder de tabbladen in het werkoverzicht. Nou, je ziet hier 2018. Dat betekent dat ik zo snel mogelijk die administratie moet gaan bijwerken. Druk op 2018. En dan zie je wel, welke boekingsvoorstellen er staan. Er zijn 4 inkoopfacturen en 1 verkoopfactuur. Die staan klaar eigenlijk om geboekt te worden. En eentje in de autorisatie, fiatering. Er zijn 2 manieren om die boekingsvoorstellen terug te zien. De eerste is de snelle manier. Ik raad dan ook altijd aan, maak daar gebruik van. Dat is door op het getal te drukken. Op het moment dat je op het getal drukt, zie je eigenlijk nu 1 overzicht van alle boekingsvoorstellen die helemaal gereed zijn, dus klaar zijn om geboekt te worden. En in overview noemen we ook wel de bulk viewer. Status met een groen bolletje betekent, alle gegevens zijn compleet. Op het moment dat ik nu op verstuur druk, worden die geboekt. Status met een oranje bolletje betekent, let op, er ontbreken nog gegevens. Dit kan bijvoorbeeld een nieuw crediteur betreffen. Dus je moet nog het een en ander aan deze voorstel doen om hem te boeken. Status met een rood bolletje kan betekenen teruggezet vanuit de autorisatie of het betreft een duplicaatfactuur. In ieder geval komt er dan een melding te verschijnen in jouw beeld. Een boekingsvoorstel is ook specifiek te bekijken door op het vergrootglas te drukken in de bulk viewer. Dan ga je eigenlijk direct naar een boekingsvoorstel toe. Dit is de bulk viewer. Dat is handig bij heel veel bestanden binnen de administratie. Maar ik wil ze nu even één voor één aan jullie laten zien. Dus ik ga uit de bulk viewer en ik druk in plaats van op het getal op het vergrootglas. Nu komen we in het boekingsscherm terecht. Aan de linkerzijde zie je dus alle boekingsvoorstellen onder elkaar staan. De rechterzijde de factuur en in het middelste gedeelte alle gegevens die zo compleet mogelijk door Digidata zijn ingevuld om tot een goede boeking te komen. Als we aan de linkerzijde terugkijken, zien we dat er 1 boekingsvoorstel is zonder crediteurnaam. Dus we drukken erop. Dat betekent dat we daar nog iets aan moeten gaan doen. En we zien dat Digidata in het middelste gedeelte een aantal gele velden heeft aangetoond. En dat betekent dat dat alle gegevens zijn wat Digidata van de factuur heeft afgehaald. Dus dit is echt een nieuwe boekingsvoorstel. Door eigenlijk de gele velden aan te klikken, dan geef je eigenlijk toestemming dat die gegevens kloppen. Op het moment dat je erop drukt, dan kun je ook rechts op de factuur zien waar die dat vandaan heeft gehaald. Dat KVK-nummer. Dan zie je rechtsonder de rode archering dat hij dat daar van de factuur vandaan heeft gehaald. We zien dat de crediteurnaam nog niet bekend is, dus we willen een hele nieuwe crediteur aanmaken. Dat doen we door op het potloodje te drukken en dan gaan we naar de klantkaart. En in de klantkaart zie je ook dat Digidata al een voorstel heeft gedaan voor een nieuwe relatie. Je geeft eigenlijk toestemming op alle gele velden, je drukt op opslaan en je hebt een nieuwe relatie aangemaakt. Die nieuwe relatie wordt ook direct gepusht naar jouw boekhoudpakket waarmee je werkt. Dus maak relaties altijd aan in Digidata. Druk even in dit geval op annuleren. Normaal druk je dus op opslaan. Je voegt eigenlijk een grootboekrekening toe aan deze crediteur en de eerstvolgende keer dat je hem dan weer instuurt, dan zal hij altijd die grootboekrekening weer voorstellen. Ik gaf aan dat je met Digidata de boekhouding volledig door kan automatiseren, maar hoe doe ik dat dan precies? Ik wil nu even met jullie factuur behandelen die eigenlijk volledig, waarbij ik eigenlijk heb ingesteld dat die volledig, de eerstvolgende keer volledig automatisch doorgeboekt mag worden. Die van de online kabelshop.
Dit is een repeterend factuurtje, komt iedere maand weer terug. Iedere maand is hij precies hetzelfde. Of misschien wisselt hij ook wel qua bedrag, dat maakt ook niet uit. Maar ik wil gewoon, deze is altijd goed. Ik wil gewoon niet meer zien in mijn boekingsscherm. Hoe doen we dat? Dat doen we dus weer door naar de klantenkaart te gaan. Want daar vul je het in. En je wil dat per crediteur wil je dat instellen. Druk op potloodje. Heb je een kopje met boekingsregels. En daaronder heb je een toeltje met boekingsscherm overslaan. Die vink je dan aan. Want je geeft dus toestemming. Ik hoef hem niet meer te zien in het boekingsscherm. En je kunt dan ook nog eens een bedrag. Of een waarde eigenlijk invoeren. Dat je hem onder een bepaald bedrag. Dat hij dan wel door mag. Hè, dat het systeem dan zelf boekt. En komt die boven het bedrag, dus in dit geval is de factuur €9,49. Maar bij een totaalbedrag €110 wil ik hem volledig automatisch doorboeken. De eerstvolgende keer dat hij dan €50 is, dan houd je hem tegen en dan zie je hem alsnog verschijnen in je boekingsscherm. Dus dan kun je altijd een controle nog voor jezelf erop houden, op het moment dat je dat fijn vindt. Dus dat over repeterende facturen. Ga ik eventjes naar autobedrijf. Ik zie status rood bolletje. Denk, er is iets aan de hand. Ik klik er even op en geeft hij de melding. Bestaat er een boeking met relatie autobedrijf van de Voort en factuurnummer. Dit betreft dus een duplicaat factuur, dus die houdt hij gewoon tegen. Dus dat hoef je niet meer zelf te controleren. Ook met autorisatie kun je nog gaan werken. Leaseplan Nederland is een voorbeeld welke in de autorisatie staat. Hieronder zie je dus de autorisatieregels staan. In dit geval moet die goedgekeurd worden door mijn collega Megan Don en door mijzelf. Autorisatieworkflows zijn eigenlijk in te stellen over de gehele administratie. Kun je ook per crediteur instellen. We hebben in ieder geval vergaande autorisatiemogelijkheden, maar daar hebben we ook nog een aparte webinar voor. Dit kun je eigenlijk in het beheer instellen. Dit was het boekingsscherm. Als ik op het knopje nu verzenden druk, dan wordt deze boekingsvoorstel definitief gemaakt. Dus wordt hij geboekt. En komt hij ook terecht in het archief van DigiData. En is hij ook op te halen vanuit AFAS. Per boekhoudpakket verschilt dit. Bij Exact Online de factuur direct bij de boeking te staan. Bij AFAS is dat dus op te halen via een linkje. Vanuit het boekingsscherm kun je ook nog gemakkelijk communiceren met je klant. Door het mailicoontje te gebruiken komt de factuur als pdfje in de bijlage te staan. Ga ik even uit het boekingsscherm, want ik heb hem op nu verzenden dus gedrukt. En hij wordt geboekt. Dan ga ik aan jullie het archief laten zien. Druk op sluiten. Archief is naast het werkoverzicht benaderbaar. En je ziet dat er per administratie eigenlijk een archief beschikbaar is. Binnen het archief kun je op kwartalen, maanden zoeken, maar je kan ook andere dimensies zoeken. Als we erop drukken, dan zien we bijvoorbeeld, laten we zeggen, AFAS software, nemen we die als voorbeeld. Alle boekingen krijgen namelijk een rode stempel linksboven. Dan kun je altijd controleren door wie die eerder geboekt is en wanneer. Op het moment dat je met autorisatie gaat werken, dan krijgen facturen een blauwe stempel. Dan zie je hier rechtsboven staan. En wanneer die goedgekeurd is en door wie. Het is daarnaast mogelijk om ook aan iedere boeking een boekingsrapport toe te voegen. Zo zie je alle boekingsgegevens terug. Dit is het archief. Dan hebben we een kopje met rapporten. Je kan altijd een rapportje uitdraaien van hoeveel wordt er nou, heb ik nou verwerkt binnen DigiData. Of een werkoverzicht. Die kun je overigens ook naar jezelf toe laten mailen, een werkoverzicht. Dan krijg je altijd te zien wat je nog moet doen binnen de administraties. Of autorisatie, welke documenten moet ik nog goedkeuren of afkeuren. Rechts in het beheer. En binnen beheer maak je dus je klanten aan, daaronder hang je de administraties. En kun je gebruikers toevoegen die toegang hebben tot het platform. Zo kun je ook bijvoorbeeld je onderneming toegang geven. Er zijn verschillende gebruikersrollen die je jouw klant kunt toekennen. Dus dit is het beheer. Vanuit het platform kun je ook gemakkelijk onze helpdesk benaderen, mochten er vragen zijn. Exclusief voor jou als deelnemer hebben wij nog een AFAS open actie. Klik na deze presentatie dan op de button om naar de AFAS open actie te komen. Bedankt voor het kijken naar deze webinar. Heb je nog vragen? Stel ze in de live chat. Hieronder komt een button beschikbaar. Daar kun je op klikken en dan kom je op onze webpagina terecht. Daar staat de AFAS open actie gereed voor jou en kun je onze contactgegevens vinden.
Hopelijk tot snel.